ben nu onderweg naar het Haagse popcentrum in Den Haag. Logisch, Loosdaarde zit dat. Omdat ik ben gevraagd voor een projectje en trompetje in te gaan spelen. Ik ben echt benieuwd wat het gaat worden, of we er wat van gaan bakken. Misschien dat ik daar nog even wat van filmen. Dat zou wel leuk zijn. Dat zit er weer op. Dat is leuk om te doen. Tof liedje ook. Il Floitante, geloof ik dat het heet. En het is van Bandsessies. Bandsessies.nl als ik het goed heb. Of Bandsessie.nl. En het wordt dus een album die is gemaakt samen met mensen uit de psychiatrie. En het zijn dus ook nummers die ze zelf hebben geschreven. Dus eigenlijk ook een soort van therapie. En ja, super tof om daar aan mee te mogen werken natuurlijk. Dus ik ben benieuwd naar het eindresultaat en die krijgen jullie natuurlijk ook te horen, hè? Uiteraard. Hi, lieve daddies. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we zijn weer op pad. Alweer. Op pad om een verjaardag te vieren. Een verjaardag van Sander. Sander, dezelfde Sander waar we eigenlijk mee naar Kroatië zouden gaan, maar die een nieuwe heup heeft gekregen. En een beetje nog in de lappenmand zit. Maar ja, het ging wel weer vandaag. En dan gaan we dus, als het goed is, lekker uit eten. Ja, we zijn er bijna. Capelle aan de Aasel. Hallo. Hoi. Ik was eventjes gewoon het zet ontwijken. Ik heb honger. Benieuwd wat we gaan eten. Ja, ik heb ook honger. Picnic. We hebben onze eigen wegwijzer. Hij spoort niet aan. Hij is gek. Zo, daar zijn we weer. Gisteren zijn we... Goedemiddag al. Lekker wezen eten met Sander en Liana. Ik kreeg alleen echt heel erg last van een harde buik, denk ik dat je dat noemt. Het was echt niet meer leuk. Ik wist niet hoe ik moest zitten, ik kon niet liggen. En echt, dus dat was een beetje jammer. Dat heb ik nog niet eerder gehad zo. Maar... We gaan slapen en nu gaat het wel weer. Vandaag een nieuwe dag en Ellen en Vincent die komen gezellig langs. Ik heb goed geslapen toch? Redelijk. Dus, new day, sun is shining. Ja, het is wel lekker hier buiten. Ja, dit zijn dus Ellen en Vin, maar die kennen we natuurlijk al lang. Het is wel heel donker. Komt er tegenlicht? Ja, ze zit tegen het licht in te komen.
Een cadeautje. Dankjewel, stukje. Ik heb bijna een plasticje al gehaald. Wat is het? Ja, wij weten het al. Is het een pony? Is het pony? Oh, no! It's a, I don't know, but it's cute. Oh, het is God. Een koetje. Ja, yeah. Oh, yeah. Last van dat ze schattig zijn, ze zijn fucking zo. Ik ga het niet doen, want het zit allemaal make-up eraan. Oh, echt een René doekje. Ja. Mijn center of the world. Oh, leuk. Ja, die is al een hele tijd in huis. Nee, ja, echt. Omdat, van de eerste. Ja. Oh, echt super leuk. Center, sweet and soft. Yeah. En ik had hem zo goed opgeborgen dat ik mijn kast op ging ruimen toen en ik dacht, wat is het dan? Oh ja. Oh ja. Ja. Oh, ja. Kun je niet... Oh, kijk eens schatje, een echo boekje. Kunnen we de echo's in bewaren, denk ik. Oh, cool. Schatjes. Schatjes, zei jullie. Schatjes! Nog een beetje lange armen, maar... Ja. Boekjes voor, hè? Dat is geweldig. Leuk, hè? Ik zag dit online en ik vond die kleurtjes al te gek op de voorkant. En toen dacht ik, het is weer wat anders dan een 9 maanden boek. Ja. Nou, inderdaad, ja. En al die losse echootjes, dat zijn op het laatste jaar. Weet je, je doet ze in een envelop of waar doe je ze? Nou, meestal krijg je er 4 mee of zo. Ja. En nu kan je ze... Oh, wat leuk, ze ook netjes. Het is wel een groot boek, denk ik, voor 20 of 50. Ja, ik hoop niet dat ze vol maken. Dan doe je er wat eigen foto's door. Foto's op doorplakken als het geboren is en zo, toch? Ja. Heel erg leuk. Thank you! Jullie willen vast wel de kamer zien. Ja. Dan binnen we weer. Binnen we weer. We hebben heel veel gefilmd. Toch? Not. Toch, Ser? We hebben helemaal niks gefilmd. Ja, we zijn de camera vergeten in de auto, dus... maar we hebben wel een hele goede... Goeie dag gehad. We hebben lekker gegeten bij Jamie's Italian. En we hebben een positiebroek geshopt. 2. Oh. Oké, wacht even. Ze flasht hem even. En waar heb je de tas? Of heb je die in de auto laten staan? Ja. Nou, die kan dalen. So much more. Staat inderdaad in de auto. Gaan we even kijken naar Emily. En Finn een nieuwe auto. Ja, Finn alleen. Nee, ik zeg El en Finn een nieuwe auto. Maar zit strak in de broekie. Zit lekker in mijn velletje zo. Ja. Ik dan kijk schil. Ik ook. Oh, dat moet je. Nou, doei! Doei! Ik weet niet. Ik wil met z'n allen. Doe wat je ingewikkeld. Sorry. Ik ben meer aan het lekker. Ik weet het niet, waarom ik naar een schroef zijn. Lekker met dit hier. Ik heb gewoon het beste van. Zo. Zo dan. Dat is een even kijken of ik er nog ben. Ik ben er nog hoor, maatje. Ja. En dan te denken dat toen hij echt nog heel klein was, ja. Hem uitlaten. Dan moest je liepen zo, hè? Kom! Nog steeds als het doet. Nou, hij loopt nu een stuk soepeler dan nu. Het gekke is dat hij dan ineens zeg maar op de rem kan. Ja. Hi, maat. Hi, maat. Ja. Ja. Kom, hij mee?
Kom maar, man. Goed zo. Gaan ze, hoor. Mooie bak. Doei!